Welkom bij 99 Powervrouwen. Vandaag sta ik naast Toni Rekelhof. En ook al denk jij, Powervrouwen, heb ik er wat mee? Wat zegt dat woord mij? Ja, als jij jezelf de moeite waard vindt, hè, en je vindt jezelf goed in je vel zitten, je bent echt in lijn met hoe je voelt, hoe je denkt, hoe je overkomt, dan ben je een powervrouw. Er is niet zo gek veel nodig. Maar wat mooi is aan Toni, is zij helpt niet alleen, ze is niet alleen in lijn met zichzelf, maar ze helpt andere mensen om in lijn te komen met hun eigen authenticiteit, wie ze zijn, hoe waardevol ze zijn, en dat is hoe haar levenspad is gelopen. Ja, soms moet je heel veel meemaken om te ontdekken wat is mijn pad, maar iedereen maakt veel mee. En daarom kan je anderen ook helpen en hen daadwerkelijk in hun kracht zetten. Absoluut. Zeg ik dat goed? Absoluut. Heel goed verwoord. Dankjewel. Ik word er zelf blij van als je intro zet. Ja, als dat een goede intro is, dan wil ik natuurlijk wel alles weten over je. Ja. Ik heb natuurlijk wel een hele rits aan vragen, want ik weet, jij wil natuurlijk wel weten, wow, dat klinkt zo indrukwekkend, tell me more. Mm-hmm. Dan is natuurlijk wel mijn eerste vraag. Jij noemt jezelf een mindshifter. Ja. Wat is dat? Omdat ik letterlijk in vrij korte tijd iemand op andere gedachten kan brengen. Mm-hmm. En door iemand op andere gedachten te brengen, breng je iemand in andere mogelijkheden. Ja. Andere mogelijkheden biedt nieuwe krachten, ja. Nieuwe impulsen, ja. Nieuwe wow. En dan komen mensen in een yes. Yes. En dan krijgen ze weer hoop, dan krijgen ze weer zin in het leven. Mm-hmm. Dan gaan ze weer voor zichzelf en mede daardoor voor hun omgeving. Ja. Dus man, kinderen, familie, vrienden, alles geniet daarin mee. En mijn grote core business is dat ik zelf heb gezien hoe belangrijk het is om kennis te hebben van wat zeg ik allemaal tegen mezelf in mijn hoofd. Mm-hmm. En vooral wat zeggen die stemmetjes tegen elkaar in mijn hoofd en wat geloof ik daarvan. Ja. En dat om te zetten, dat is de mindshift. Ja. En dan ga je dus van misschien iemand die heel extreem, benoem ik vaak dingen, maar iemand die in een slachtofferrol zit en voelt, hier hoor ik niet thuis, dit ben ik niet, dit is een schim van mijzelf. Ja. Dan zeg ik, oké, wie ben je dan wel? Dan gaan we die naar voren halen. Ja. En die mindshift maakt dat je in je eigen kracht komt, in je power komt. Ja. En ja, dan zijn er werkelijk wonderen mogelijk. En dat heb ik letterlijk aan de lijve en in mijn leven mogen ontdekken. Is het niet zo dat je wonderen ziet als je wonderen wil zien? Je gaat ze pas zien als je ook bereid bent om ze te zien. Het is niet alleen de bereidheid. Het is ook dat je vaak iemand nodig hebt die je leert kijken naar wat is nou eigenlijk dat wonder. Want vaak kijken we veel te ver over de horizon als het gaat om wonderen. Ja. En dan zien we niet die hele kleine wonderen die dicht bij ons gebeuren. Mm-hmm. In ons eigen leven, in je eigen leven, hè, in je persoonlijke leven. Ja. Die gaan we vaak overheen. Van, ah ja, die belangrijk en weet ik wel. Maar op het moment dat je die kleine magische dingetjes, die kleine wondertjes in je eigen leven ziet. En vooral beseft dat je ze zelf kan creëren door de juiste mindset en mindshift te maken. Mm-hmm. Dan ga je steeds meer openbloeien. Hè? Dat is altijd zo'n lekker zweverig woordje. Maar doordat je openbloeit, kan je veel meer ontvangen. Kan je veel meer de woorden zien. Maar je hebt iemand nodig die je leert. En dat is wat wij op school gewoon niet krijgen. We leren lezen en rekenen. Maar persoonlijke ontwikkeling en hoe werk je met je eigen geest. Hoe maak je die wonderen in jouw leven en in het leven van anderen. Dat wordt op school gewoon niet geleerd. En dat vind ik nog steeds jammer. Ik hoop dat daar ooit verandering in komt. Nou, wie weet. Die verandering. En het is nooit te laat om te leren. Nee. Of je nou 20 bent, of 40 of 60. Ja. Die mindshift kan ten alle tijde gemaakt worden. En heb je hem te pakken, gaat het ook heel snel. Klopt. Ik zeg wel eens, hoe langer het in die drukpot gezeten heeft, hoe sneller het explodeert en je er doorheen komt. Dus het is werkelijk nooit te laat. Nee. Als ik het heb over authenticiteit. Dat is iets wat jij ontzettend op belangrijk vindt. Absoluut. Wat? Ben je er altijd authentiek? Nee, ik kan daar inmiddels mee spelen. Mm-hmm. Als ik mezelf op mijn gemak voel bij iemand, als ik echt mezelf voel, hè, dat zeggen we zo makkelijk. Mm-hmm. Maar dan gaan vaak mijn schoenen uit en dan curl ik me op de bank. En dan ben ik authentiek mezelf. Dan heb ik geen enkele fake in me zitten. Ja. Maar op het moment dat je zegt van, ik moet een bepaalde groep aanspreken en die moet ik zien te bereiken. Mm. Dan stap je even uit je authentieke ikje. En dan stap je in de rol van spreekster of in de rol van lerares. Omdat je dan beter het doel wat je wil bereiken, kan bereiken.
Maar doordat je je eigen authentieke ik ziet, kan dat heel makkelijk. En dan is het dus niet meer faken. Nee, dat, dat is een van je kwaliteiten die naar buiten komt. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat natuurlijk wel op die manier zegt. Hè? Want je maakt het heel praktisch. Ja. Je maakt het echt hapklare brokken. Niks geks zit erin. Nee. Maar waarom doe je dit? Waarom vind jij het nou zo belangrijk dat andere mensen authentiek mogen zijn, blij met zichzelf mogen zijn, in lijn? Waarom vind jij het belangrijk voor een ander? Ik heb in mijn eigen leven ervaren hoe belangrijk het is om het niet te zijn en hoe ongelukkig ik daarvan werd. Ik kon niet de moeder zijn die ik wilde bijvoorbeeld. Dus ik vond, ik doe mijn zoon tekort, want ik weet dat er meer in mij zit. En ik vind het heel belangrijk om mensen hun authentieke ik te laten voelen. Ja. En van daaruit die bron wakker te maken en ze dus met de neus de juiste richting op te zetten. Zodat ze gewoon tevredener, gelukkiger, meer dingen voor elkaar krijgen. Ja. Zo hoe zij hun leven in willen richten. En niet in die afhankelijke positie blijven zitten van de cultuur, van opvoeding, van overtuigingen. Vaak overtuigingen over jezelf die anderen hebben gezegd. Hè? Vaak neem je als 3-jarig kind, hoeft maar eentje te zeggen, wat ben jij stom. Ja. En dat 3-jarig kind plakt het op haar eigen ik en is de rest van het leven stom. Stom. Ja, en dan ben je pas 3 jaar, hè? Dan heb je dus geen grip, niks. Nee, heel, heel herkenbaar. En als je dus toestemming geeft aan je eigen innerlijke kindje, aan je eigen persoonlijkheid, om te zeggen, dat stickertje haal ik eraf. En ik plak er een stickertje op die mij past. Ja. Die voelt goed bij mij. Dat is mijn eigen authentieke ik-stickertje. Oh. En dan, dan gaan er zulke bijzondere dingen gebeuren. En dan, dan hou je van jezelf op een manier die je groter maakt dan wat je ooit kon denken. Nou, dat klinkt natuurlijk wel, dat wil ik ook, hè. Zo klinkt dat, vervelend, zo klinkt het ook, dat willen we toch allemaal. Ja. Aangezien we dat natuurlijk wel allemaal zo willen, is de vraag automatisch, waarom hebben we dat dan niet allemaal gewoon van nature? Nou ja, ik zeg, het wordt niet geleerd. Het is een stuk kennis. We leven in een vrij luxe omgeving natuurlijk wel, hè. We weten winkels vol met eten, drinken, weet ik veel. Dus we hebben ook de ruimte, en creëren ook ruimte om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Kijk, in oorlogsgebieden denken mensen niet aan persoonlijke ontwikkelingen, die denken aan overleven. Klopt. En wij hoeven hier niet alleen maar in overlevingsstand te staan. Veel mensen staan er wel in, maar het hoeft niet. Nee. En dan kan je dus gaan praten over persoonlijke ontwikkeling en het beste uit jezelf te halen. Klopt. Binnen de plek waar je nu staat. Absoluut, dat absoluut. Want wij leven gewoon in, wij krijgen de mogelijkheid om erover na te denken. Precies. Want dat zijn, en dat is ook een enorme luxe. Maar zo moet je het ook wel zien dat het een luxe is. En dat het je gegeven is. En het is absoluut wat wij hebben. Is niet weggelegd voor iedereen. Dat is een luxe. Ja, zeker weten. Aan de andere kant is het ook wel het recht van de mens om zichzelf te ontwikkelen. Ja, en de plicht van de mens om zichzelf te ontwikkelen. Het is natuurlijk, het mag een recht zijn, maar je moet het ook zelf doen. Ja, absoluut. Ja, je moet er zelf achteraan. Precies. Nee, je moet er zelf achteraan. Precies. Dus, een ander kan jou de weg wijzen, yes. Maar je moet zelf lopen. Je moet zelf stappen zetten. Paard in het water verhaal. Ja, ja. Als ik kijk naar nu, dan denk ik, wauw, jij hebt jouw ontwikkeling echt mooi doorstaan. Je hebt het goed gedaan, je bent bezig, je zet je in. Maar wat is nou het advies wat jij nu geeft aan Tony toen ze 20 jaar oud was? Oh, dat is toch weer dat toestemming is heel belangrijk. Van Tony, je mag. Doe maar. Ga maar. Ja. Doe maar, ga maar. En je kan erop vertrouwen dat als je struikelt, dat iemand er is om jou te helpen. En dat vertrouwen had ik toen niet. Nee. En ik had de toestemming gaf ik mezelf niet. Ja. Om fouten te maken? Om fouten te maken, maar om te veranderen. Want dan hoorde ik niet meer, dan paste ik niet meer in de groep. Snap je? Ik zit in een bepaalde familiegroep en dan heb je een bepaalde positie, zeg maar. Een bepaalde houding. Klopt. En dan ben je dus niet authentiek. Want dan ben je het zusje en de dochter en weet ik veel wat. Ja, ja. En door mezelf toestemming te geven om anders te zijn dan de groep waarin ik zat. Ja. Het verhaal van de witte en de zwarte zwaan. Mm-hmm. Door mezelf die toestemming te geven en dat, dat had ik 20 jaar geleden graag tegen mezelf gezegd. Ik denk ook wel 30 jaar geleden. Ja. Dat mag gewoon vanaf het moment. Ik heb het 30 jaar geleden gezegd tegen mezelf. Heb je toen pas gezegd? Ja. Ik was 32 en toen ontmoette ik iemand en die zei, als je nou het hele verhaal is omdraait. Ja. En toen zeg ik, maar dat betekent dat ik het mag.
Ja, zegt hij. Echt? En dat is echt, als ik 32 jaar, dat is mijn absolute grote shiftmoment geweest. Ongelooflijk, hè? Om totaal achter datgene te staan, welke moeder wil ik zijn? En daar ben ik achter gaan staan. Welke vrouw wil ik zijn? Welke partner wil ik zijn? En daar ben ik achter gaan staan. Tony, als ik dit zo hoor, dan is het niet bewust worden van het moment, van wie je bent. Ja, maar vaak onbewust en diep in zichzelf weten mensen het wel. Dus ze zijn vaak al wel bewust, alleen daar echt voor kiezen. Van, oh, ja. Nu ben ik me bewust en nu ga ik de stap ondernemen. Je reactie op dingen bepaalt of het positief of negatief is. Of het je helpt of tegenwerkt. Ja. Dat is je eigen reactie op dingen. En je eigen reactie wordt beïnvloed door je cultuur, door je opvoeding, door je mindset, door boeken die je gelezen hebt, hè? Door de huidige tijdsgeest, dat telt ook altijd allemaal mee. En op het moment dat je je niet langer daardoor laat bepalen, maar dat je zelf kiest, oké, hoe ga ik hiermee om? Hoe wil ik hiermee omgaan? Wat dient mij en mijn omgeving het beste? Ja, dan kom je in die gedachtekrachtmodus terecht, dan kom je in die mindshift terecht, dan kom je in dankbaarheid terecht, dan kom je in keuzevrijheid terecht. Ja, dan ligt de wereld voor je open. Ja, keuzevrijheid, liefde. Ja. Op welk moment schakelen mensen jou in? Wat is nou het moment in hun leven dat ze zeggen van, oh, ik wil bij Tony zijn? Wat is dat moment? Dat wisselt. Voor sommige mensen is het puur een gevoel van, ik moet bij jou zijn. Die volgen een gevoel. En voor de meeste mensen is het wel dat ze zeggen, ik weet het gewoon zelf niet meer. Ja. Kun jij even meekijken? Ja. En dat is ook precies wat ik doe. Ik kijk mee. Ja. Ik geef mijn visie hoe ik tegen dingen aankijk. En opnieuw, dan hebben mensen de keuze. Ja, precies. Van pak je het op of laat je het liggen, dat is helemaal aan hun. Ja. Maar vaak als ze het zelf echt niet meer weten. Mm. En dus veel artsen al gezien hebben. Mm. Ik heb veel mensen die ook zelfs met psychiatrie te maken hebben gehad. En die zo'n stempel hebben gekregen. En gewoon diep in zichzelf weten, ik ben die stempel niet. Nee. Ik ben iemand anders. Precies. En precies. Dan komen ze naar mij toe. Als ik nou kijk naar... Je hebt natuurlijk al een hele ervaren, rijke leven achter de rug. Hè? Wat is dat één advies? See yourself as Miss Universe en die moeten altijd dan advies geven aan de wereld. Wat is dat één advies, dat vind ik altijd heel kostbaar, wat jij echt in de notendop aan de kijkers zou willen geven? Wat is dat? Durf. Durf te doen. Durf die stap te zetten. Durf. Wauw. Geef jezelf, voel die liefde die in jezelf zit. En die heeft de hele wereld nodig, die heb jij nodig. Maar hij zit in je. Het is een enorm cliché, maar durf te veranderen. Durf, durf, durf. Ja, ik vind het woord wel heel mooi, hè? Want durf is actie. Ja. Durf is doen. En dat is een hele mooie advies. Ik denk, door te durven, door te doen, kom je sowieso in een andere plek, op een ander niveau. Dus dat vind ik een magisch mooi advies. Mm. Magisch. Dank je wel voor het kijken. Tony, ik wil jou enorm bedanken. Dank je wel. Jij maakt woevoe. Hap klaar. Ja. Dat is best leuk. Ja, we moeten het hier nuttig. Op aarde doen. Hè? Met voetjes op de grond. Voetjes in de klei. Want dat is precies wat hier belangrijk is. Hier op aarde moeten we doen. Dus ik vind het fantastisch mooi. Dank je wel voor jouw bijdrage. Ja. Een ware powervrouw. Dank Tot ziens. Tot kijk.